Zo, hartelijk welkom bij deze video over specifieke en aspecifieke lage rugpijn. Nou, in deze video ga ik precies vertellen wat specifieke rugpijn is en wat aspecifieke lage rugklachten zijn. En ik ga verschillende oorzaken beschrijven van deze rugklachten. Ik zou zeggen, kijk even mee in deze video. Nou, specifieke rugpijn, wat is het precies? Specifieke rugpijn kunnen we aantonen middels aanvullende diagnostiek. Denk bijvoorbeeld aan een MRI-scan, of een röntgenfoto, of een CT-scan. Dus door middel van aanvullende diagnostiek kunnen we eigenlijk vaststellen wat het is. Nou, dus voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld hernia's, de ziekte van Bechterew, artrose, wervelinzakkingen. Nou, en zo zijn er nog veel meer aandoeningen, zeg maar, die onder specifieke rugklachten vallen. Nou, aspecifieke lage rugpijn is moeilijker vast te stellen. Dat kunnen we dus niet vaststellen middels aanvullende diagnostiek in de vorm van een MRI-scan of een röntgenfoto. Nou, het is ook verstandig om hiervoor bijvoorbeeld een fysiotherapeut voor in te schakelen, in ieder geval een specialist, om deze klachten te screenen en eigenlijk de oorzaak vast te stellen. Nou, wat zijn dus verschillende oorzaken dus van aspecifieke lage rugpijn? Denk bijvoorbeeld aan wervelblokkades, hè? Dus bijvoorbeeld als deze werveltjes vastzitten, dan kan het rugpijn veroorzaken. Er kunnen ook zenuwbeknellingen ontstaan, dus bijvoorbeeld wanneer deze zenuwtjes onder druk staan in onze rug, kunnen die ook pijn veroorzaken in de lage rug. Denk ook aan een beenlengteverschil, dus wanneer ons been langer is dan de andere kant, gaan we scheef staan en gaan we dus ook meer compressie in onze rug geven aan één kant. Geeft kan ook rugpijn veroorzaken. SI-blokkades, het SI-gewricht is eigenlijk het heupgewricht en je SI-sacrum eigenlijk, hè? Dus je stuitje, zeg maar, wat eronder zit. Als dat niet goed beweegt, kan dat ook pijn in de rug geven. Nou, en ook een heel veel voorkomende oorzaak zijn triggerpoints. Triggerpoints zijn dus lokale spierverkrampingen, die veroorzaken dus spierspanning. En die spierspanning kan dus ook aspecifieke lage rugpijn geven. Denk bijvoorbeeld aan spierspanning in onze bil, hè, of in onze liespieren, of spierspanning diep langs naast onze wervels, zeg maar heel diep naast onze wervels, en die veroorzaken dus ook rugpijn. Nou, dit kunnen we dus behandelen middels triggerpoint therapie, ofwel in onze praktijk vaak middels dry needling therapie, waarbij we met een naaldje in de spieren gaan en de spieren dus laten ontspannen, waardoor de rugpijn gewoon weggaat. Nou, dit was de video over specifieke en aspecifieke lage rugpijn. Wil je meer weten, lees hieronder even verder. En dan wil ik je bedanken voor het kijken. Tot ziens.